Jantje de Musical komt eraan. Een project van de 14-jarige Rotterdammer Emilio. Als je de goede hulp krijgt en een goed idee hebt, dan vind ik het niet te jong. Nee. Emilio schitterde in het verleden op de planken met een hoofdrol in de musical Kruimeltje. Hij weet dus waarop hij zijn leeftijdsgenoten moet beoordelen. Als je voor je familie of vrienden zingt, dan ben je toch altijd wel wat zenuwachtig omdat je die mensen ook kent. En als je voor heel veel andere mensen zingt die je niet kennen, dat is dan toch minder spannend, vind ik. We hebben allemaal ook wel eens aan die kant gestaan, dus we weten precies hoe je voelt. Ben ik deskundig. Ik speel zelf in amateurvoorstellingen en ik kan wel horen of iemand vals zingt of niet. En ja, uiteindelijk gaat het toch om je eigen indruk, dus hoe iemand overkomt. Vaders en moeders volgen de auditieronde op gepaste afstand. Ik heb er geen verstand van, dus als ze niet door is, dat maakt helemaal niet uit. En ik vind het jammer voor haar, maar zij vindt het helemaal niet erg. Ja, ik was wel gewoon blij dat ik auditie mocht doen en dan ga ik gewoon weer verder met het Rijswijk Jeugdtheater. En doe ik nog meer audities voor andere dingen. Ja, ik vind het gewoon heel leuk, de combinatie tussen zang, dans en spel, gewoon met musical. Meer weten over deze productie? Emilio heeft een Facebookpagina, Jantje de Musical.